Welkom dames en heren bij deze uitzending van Ellewaers Sport. En Ellewaers Sport betekent sport uit onze eigen gemeente Stijn. We beginnen traditiegetrouw voetbal. De Ster. Nou, de Ster die kan de plaatselijke glashandel gaan bellen. Met een enorme poeier gooide men zondag tegen LHC namelijk de eigen ruiten in. We gaven het al enige weken aan. Iedere wedstrijd is in deze klasse voor de Ster een ware finale. En het verschil bovenin dat is zo gering en daarbij, er valt maar geen ploeg af. De Ster, een ploeg met de betere papieren en die in de eerste helft de kansen had. Ja, daar mag je wat van denken. Hè? 2-0 voorsprong op de borden moeten staan. Dat dachten we toch, maar helaas niet. 0-0 met rust. Marco Jevrić en Thijs Nieuwland misten jammerlijk. In de tweede helft ging het al vrij vroeg mis. Na 9 minuten kon LHC op vrij eenvoudige wijze de openingstreffer maken en de Ster op achterstand plaatsen. 0-1. Wat volgde was een wedstrijd die met vlagen door frustraties bij beide ploegen overheerst werd. En mede door het rustig, maar zeer kordaat optreden van scheidsrechter Peters, bleef het aantal gele kaarten beperkt. De Ster leverde strijd, maar moest het in de vele duels bijna altijd ontgelden. En de wisselbank, ja, die kon ook al geen redding brengen. Integendeel, want na 75 minuten wist LHC de stand op 0-2 te brengen. En dat was dan tevens de eindstand. César hield koploper Hoensbroek op een gelijkspel, waardoor Geuselsport de meeste winst overhield aan het weekend door zelf te winnen van Genoud. SHH, ja, die zijn nou echt op recordjacht. Van de 21 wedstrijden speelden de mannen uit Herten maar liefst 11 keer gelijk. Nou, doe ze dat maar eens na. SHH is ook trouwens de minst geklopte ploeg in deze klasse. Slechts 2 nederlagen. Dat zegt toch ook wel wat over de kwaliteit van deze ploeg. De andere kopploegen die hebben toch al zo'n 5 nederlagen gemiddeld op naam staan. Limburgia uit is de volgende opgave voor de Ster. Thuis wist men maar nipt te winnen. Guido Kals die maakte toen de winnende 2-1. Ja, en dan zondag hadden we derby time. Urmondia Haslo. Haslo ging naar Urmond. Thuis kwam Haslo toentertijd met 2-0 voor. Urmondia kwam terug naar 2-2. Waarna Lars van Liene voor Haslo de winnende 3-2 in het netje legde. Urmondia dacht meer verdiend te hebben, maar ging wel met 0 punten naar huis. Nou, nu zondag dan. In de eerste helft gebeurde er heel lang niet veel bijzonders. Het was geen al te beste partij en in dat opzicht hielden de beide ploegen elkaar in evenwicht. In het laatste gedeelte van de eerste helft veroverde Urmondia een veldmeerderheid en zette het Haslo steeds meer onder druk. Maar Haslo bleef met stug verdedigen goed overeind. Beide ploegen gingen rusten, 0-0 stand. Na de rust bracht de ingevallen chef Ummels over de rechterzijde van Haslo wat meer schwung in de aanval van de gasten, wat tot de nodige gevaarlijke situaties voor het Urmondia-doel leidde. En bij één van deze aanvallen ontstond een situatie, ja, die leverde nogal wat discussie op in beide supporterskampen. Keeper Nicky Kolen van de thuisclub die reageerde iets wat laat op een bal die vlak voor hem stuitte. Daarbij bewoog ook het doelnet. Ja, en dan was natuurlijk de vraag, komt dat doordat de keeper de bal het net raakte? Of raakte de bal het net? Dat was de vraag. Nou, de scheidsrechter die eerst tot doelpunt had besloten, bedacht zich en keurde dus op advies van grensrechter Jean Wagemans alsnog de goal af. Ja, dan kunt u zich de woedende reacties bij de gasten voorstellen. Helaas, de doellijntechnologie was in Urmond eventjes defect. Na dit voorval ontwikkelde zich een levendige wedstrijd waarbij beide ploegen echt gingen strijden voor de overwinning. En 5 minuten voor het einde kwam na een counter van de gasten Lars van Liene in een goede schietpositie en tegen zijn strakke schot had Nicky Kolen geen verweer. 0-1. Ja, weer die dekselse Lars van Liene, want die scoorde dus in die eerste ontmoeting ook al de winnende treffer. Urmondia was weer niet echt de mindere. Maar ja, het heeft op dit moment geen killer in huis die de bal in het net van de tegenstander weet te deponeren. Urmondia ziet roosteren uit het zicht verdwijnen. Die verloren van de laatste 5 wedstrijden er overigens geen één.
En ja, het heeft eigenlijk alleen nog maar OVCS en SVM in de directe nabijheid. Zondag dan. Nou, wat gaan we doen? Urmondia naar Armada. Haslo thuis tegen RKDFC, dat afgelopen weekend zwaar werd afgedroogd door koploper Lindeneuvel met maar liefst 0-7. Avancia, die gingen zondag naar Eikenderveld. Thuis had men mooi gewonnen en daar was men nog steeds trots op. En ook deze zondag wist Eikenderveld als medekoploper niet goed raad met het verzet van Avancia. Ruststand 1-1. Helaas scoorde de heer Lenaren in de tweede helft nogmaals en moest Avancia het antwoord schuldig blijven. 2-1. Met nog 6 wedstrijden te gaan staat Avancia 10 punten achter op de zo gewenste vierde plek. Het seizoen lijkt daarmee eigenlijk voorbij. Hoe lang Avancia nog doorgaat? De geruchtenstroom is volop bezig en we doen er dus ook dan maar niet aan mee. Maar we stellen wel de vraag. Zondag de wei op tegen SVA. Dat is de nummer laatst. Daar kunnen we ook wat moois over vertellen. Die hebben nu al 104 tegendoelpunten. Er is geen enkele ploeg bij de amateurs die er zoveel heeft. Dus daar mag Avancia wat mij betreft er nog een stevig handvol bij doen. Uit werd het trouwens toen 1-7. Nou, het voordeel van de thuiswedstrijd, we zullen zien. IVS. Tegen Walburgia kwam IVS 2 keer terug van een achterstand. Maar meer ook niet. Rust 1-1. Slot 2-2, netjes verdeeld. Linne, SVH en Limbrecht die blijven winnen en gaan zodoende trots op kop, waarbij Linne duidelijk de betere papieren heeft. IVS is leider van de staartploegen. Zondag thuis tegen de Slacker Boys. Uit won IVS met 1-3. We tekenen voor hetzelfde resultaat. Samengevat dan. Limburgia tegen de Star. Armada, Urmondia. Haslo, RKDFC. Avancia, SVA en IVS tegen de Slacker Boys. Handbal. De ESC-dames die waren alweer toe aan hun laatste wedstrijd van dit rumoerige seizoen. Uit naar Limmet was eigenlijk niet meer van belang. En uiteindelijk werd er een dikke overwinning voor de Mid-Limburgse dames 32-19. Resumerend is Margraten de terechte kampioen. De ploeg stond vanaf de eerste wedstrijd al op 1. Tweede werd Limmet en BSAC werd de nummer 3. En ESC dan? 22 gespeelde wedstrijden. 10 overwinningen, 12 nederlagen geeft een licht negatieve balans. Plek 6 op de ranglijst. We kijken even terug en we doen dat met interim trainster Len Hamers. Zoals gezegd aan de tafel Len Hamers. Len, goedenavond. Hallo. De best vorig jaar naar ESC gekomen en de komst van? Nou ja, ik heb een tijdje niet heel actief gehandbald. Ik heb, tot 3 jaar geleden heb ik bij VNL gespeeld. Ja. In de Eredivisie en daarna heb ik een jaar niks gedaan. Toen ben ik bij de recreanten van BFC gaan meedoen. En afgelopen seizoen heb ik bij dames 3 van VNL nog eens gehad gedaan. Ja. Maar het begon toch weer te kriebelen om het fanatieker weer aan de slag te gaan. Ja. Toen kwam ze bij ESC en verdorie, het duurde niet lang en dat was een flinke blessure. Klopt, ik heb in totaal 2 wedstrijden met gedaan begin van het seizoen. Bij de komende bekerwedstrijd tussendoor en daar ben ik heel hard op mijn knie gevallen. En bleek me een achterste kruisband ingescheurd te zien. En dan best een poosje jarig. Ja, een half jaar weer. Ik heb nu wel weer het minuten gemaakt. Ja. Ja. Gelukkig wel. Ja. Zeg, en in de tussentijd, ESC op volle plannen natuurlijk. Zoals eerder plogen in het begin van het seizoen. Hè. Ja, en ik denk ook dat je helemaal niet verkeerd begonnen zit. Nee. Een goede groep te staan. Het leek iets te kennen kan werden. Mm-hmm. We hadden ook zelf eigenlijk in ons lijstje, inderdaad, bij de eerste 3 hadden we toch wel staan. Zo, ja. Met een bitterke geluk moet het gaan lukken. Mm-hmm. En dan geeft het ineens gaande de rit fout. Waarom het fout geeft, dat laten we even buiten beschouwing, want dan moeten we ook nog meerdere partijen uitnodigen. Ik ga even mee doen. Dan komen ze op een gegeven moment bij Dijk en dan zeggen ze, God Len, zo sticht die training niet willen overnemen. Sprong ze geen gaten in de loog, denk ik. Het was niet mijn ambitie of zo. Ja. Het was niet gaat wat ik van tevoren bedacht. Hè. Ja. Maar goed, de best geblesseerd, de best toch bij de groep. Hè. Ik bedoel, ik ben toch elke training erbij geweest, ook al kon je niet mee doen. Ja. En dan komen we voor in zo'n situatie dat er inderdaad een trainer nodig is, een coach nodig is. En ik heb dat op me gepakt, wie dat gevraagd wordt. Op dat moment wordt
als ik het goed inschat, ook al vrij duidelijk van, nou, echt meedoen aan de top gaat niet meer lukken. En hoe bedoel ik, op dat moment dat je instapt. Ja. Maar van de andere kant, we hoeven ook niet bang te zijn voor de onderste plaatsen. Dus de has gaat ruimte, denk ik, hè, om gaat te doen met die groep. Ja, al voelt de voorwaarde druk, voor moeten natuurlijk niet die wedstrijden allemaal blijven verliezen. We weten wat die onderste nog doen. Ja. Dus in die zin voelt de voorwaarde nog gedrukt om een aantal wedstrijden te winnen. En dat is gelukkig ook gelukkig. Dat is gelukkig, ja. Gelukkig. En wat heel goed wordt, denk ik, is die speelsters die wat zijn gekomen, met name de, nu heb ik het even met name over de A. Ja. Die mogen ze wel een compliment geven. Die meiden hebben het hartstikke goed gedaan. Ja, ze zijn eigenlijk een beetje in het diepe gegooid. Normaal ja, gesproken en zouden die inmiddels metgaan. En dan zouden ze het minuutjes mogen maken. Ja, op het moment dat het goed loopt. En hoe wordt eigenlijk noodzakelijk dat ze meedegen. Ze moesten de oude rot, zeg maar zeggen, aflossen. Ja. Ja, ze wordt eigenlijk in het diepe gegooid, maar ze hebben het voortreffelijk gedaan. Ja, ja, ja. En dat betekent dus dat ze dan ook al kunnen zeggen van, nou, met dat gegeven, de kern die ik heb, de speelsters die er aan kunnen komen. En misschien ja. Ook bij komen straks ook nog. Zoste dus mogen zeggen, met een beetje geluk. Dus we volgend jaar een lekker pluisje. Ja, daar gaan we wel vanuit. Met dichte bij. Ja, ik bleef... Maar tegen niet als trainster? Nee, gewoon door als speelster. Ja. Ja. Het speelster, dat blijft voor dicht toch het belangrijkste. Trainen, is dat helemaal af? Of zesde van, nou ja, nee, dat... Ja, voorlopig, de komende weken zal ik sowieso nog de trainingen blijven verzorgen. Mm-hmm. Maar we zijn wel bezig met een trainer. Hopelijk zal dat TZT overgenomen van mij. En ja, in de toekomst wil ik me, ja, komend seizoen wil ik me eigenlijk gewoon volledig gewoon recht op spelen. Ja, en dan... Ik ben ook de jongste niet meer, dus zo lang heet dat niet meer. Dus nee. Ik wil dat graag nog een jaar gewoon goed doen. Ja, gewoon lekker ballen. Ja. Lekker ballen, ja. Ja. Het niveau wat ze tegenkomt, is dat metgevallen tegengevallen? Ik wou wel een paar keer gaan kieken, dus ik wist eigenlijk wel wat ik te verwachten had. Mm-hmm. Ja. Weet je wat mij wel eens opvalt, ik neem aan dat ze dat toch ook wel gemerkt zullen hebben. Als ze zelf hoger gespeeld hebben, en dan kun je staan in zo'n klasse, dat met name bij tegenstanders er wel zijn, die willen even laten kijken van, daar heb ze die. Maar ik zal er eens even laten zien. Ja, nou ja, dat en alles eromheen. Het is anders als wat ik bij VNL gewend ben, maar jij natuurlijk ook al dus een jaar bij recreanten. Ja, en bij een derde ja. Team erop zitten, in de leegste klasse, dus ja. Inmiddels wordt er ook alweer een beetje aan gewend. Heel dat ding er angst in als daarvoor. Ja. Je zit nu klaar. Dat wil zeggen met de wedstrijden. De geest nog gaat trainen. Gaat uitbollen, zal ik dat maar zeggen. Ja. Ja. En dan? Dan bedoel ik met name wat kon de meiden doen. Ja, want dan stift misschien al trainster af. Hè? Ja. Ja. Zoals het er nu uitziet, zal dat wel zo zien. Maar mm-hmm. Het is nog allemaal niet rond. Dus om te kijken of dat gaat lukken. Gewoon er wel vanuit. 2 weken hebben we dan pauze, gewoon even rust. En de meivakantie is dat geluif. Ik heb voor 2 weken niks, dus even bijkomen. Ja, en dan willen we eigenlijk alweer de vizier op het nieuwe seizoen zetten. Dus dan willen we wel alweer... het zal nog veel boetetrainingen zijn, gaat lopen, kracht. We hebben natuurlijk dat mooie beachveld bij de ster liggen. Daar mm-hmm. willen we op gaan trainen. Mm-hmm. Ja. Ja, want het is eigenlijk pas oktober voor de nieuwe competitie begint. Maar dan zit je al maanden bezig in feite. Ja, hè? Ja. Ja. Dan zijn we eigenlijk al maanden bezig. We krijgen natuurlijk dan ook nog wel een moment rust. Hè. De zomervakantie, daar zijn ook nog een aantal weken rust. Dus eigenlijk de voorbereiding waar we naar de meivakantie aan beginnen. Ja. Maar ja, we hebben wel met de hele groep, hè, de groep wat overblijft. Ja. Er zijn nog een aantal dames die gaan stoppen. Ja. Maar met de groep die overblijft hebben we wel een duidelijk idee over wat we volgend jaar willen. En dat is het beter doen als dit seizoen. Ja, nu heb je eigenlijk wel een heel nieuw geheel. Hè. Een nieuw bestuur, dan kunnen we een nieuwe trainer. Dus dat is een hele hoop nieuwe speelsters in. Het wordt een verrassing. Ja, een leuke uitdaging, denk ik. En we hopen een positieve verrassing. Ja, ja. Daar gaan we vernieuwd. Ja, en ook nieuwe energie, nieuwe mensen. Kunt ook een hele hoop leuke dingen teweegbrengen, denk ik. En dat willen we straks ook gaan vertellen, dat er leuke dingen gebeuren bij absoluut. Len, dank je wel voor de komst. Graag gedaan. Oké. Okay. De heren die verloren bij de nummer 2 uit de pool Gemini met 23-17. 18 wedstrijden, 21 punten, 10 keer winst. Eentje gelijk, 7 nederlagen. Nou, het geeft een positief saldo. Goed voor een 4e plek. Swift 2000 won al zijn partijen.
ja, dan ben je dus wel kampioen natuurlijk. En nadat er tijdens de algemene vergadering van 8 maart 5 bestuursleden herkozen en of gekozen waren, was het de taak tot een verdeling te komen van de bestuurstaken. De voorzitter is nu Frans Soeren. Secretariaat wordt voor Diana Beugels, penningmeester Dennis van Erp, technische zaken Geulox en de sponsoring en marketing is in handen van Ruud Vonk. Volleybal. ADC zette deze week een kleine, bescheiden artikeltje op Facebook waarin een nieuwe trainer voor de Dames 1 werd gevraagd. Voor Roy Wagemans zit het avontuur er dus bijna op met de meiden. Kandidaattrainers die kunnen zich melden bij de voorzitter Jacques van Kerkvoort. Daar komen we zeker nog op terug hier binnen LWS Sport. Afgelopen zaterdag werd er weer ruim verloren bij SOMAS. 25-13, 25-23, 25-12 en 25-21 levert opnieuw een 4-0 nederlaag op. Nee, we trappen een open deur in als we zeggen dat het niet goed gaat met het vlaggenschip van de vereniging. Laten we snel naar de komende wedstrijden kijken. Eerst even de stand, plek 10 van de 12, met alleen Roosendaal en actieve Rooi daaronder. Gelijk met Havok, maar ADC heeft 1 wedstrijd meer gespeeld. Nou, dan nog eventjes de conclusie. De nummers 11 en 12 zijn degradant. De nummers 10 spelen promotiedegradatie. En wat staat er nog op het programma? 2 wedstrijden. Thuis tegen Volt. Volt is de huidige nummer 7. En uit naar Peelpoes. En dat is de huidige nummer 2. De heren die staan er helaas nog beroerder voor. Die vinden we terug op de voorlaatste plek. Nadat ze afgelopen weekend overigens een lekkere partij speelden tegen Hornerhof. De eerste 2 sets gingen verloren, beide met 20-25. En dan denk je, oh jee, de mannen die vochten zich knap terug in de derde en vierde set, 25-23 en 27-25. En dan sta je dus weer op 2-2 en dan komt die vijfde set. En die wonnen ze ook, met 15-8. Qua resultaat, niets mis mee. Zaterdag uit naar TFC, dat 1 plaats hoger staat. En dan komt Le Dupe op visite, dat is de huidige nummer laatst. Er moeten dus nog wel een paar puntjes behaald kunnen worden, maar waar je dan eindigt, we durven het niet te zeggen. Atletiek. Een van de richtpunten van René van Es dit seizoen is de halve marathon van Rotterdam. Komende zondag is het zover. Niet helemaal fit. Vooral problemen bij je bovenmatige inspanning. Maar René gaat het proberen. René, vanaf deze plek, we wensen je heel veel succes. Vechtsport. Vechtsport Dojo Ashigaru uit Stijn begint vanaf april met een nieuwe lesavond voor mannelijke senioren in het kickboksen. Dat is een laagdrempelige les voor elke deelname mogelijk op elk niveau. Er wordt gewerkt in kleine groepen, dus wel snel erbij wezen. Dit betreft recreatief kickboksen gericht op de senior. Ashigura.nl. Badminton. Ja, na een lang weekend in de sporthal van Victoria te Hoensbroek, waar leuke en spannende partijen te bekijken waren, kunnen we toch weer even mededelen. Er zijn daar een aantal mooie ereplaatsen behaald door de jeugd van SCC. Eerste plaats in de mixdubbel, onder 13 jaar, Fleur Ossendorp met Wouter Vinclair. Derde plaats, meisjesdubbel onder de 15 jaar, Bente Stassen en Fleur Ossendorp. Tweede plaats, meisjesdubbel onder 17 jaar, Kim van der Bongert en Iris Zinke. En de derde plaats in de meisjesdubbel onder 17 jaar voor Lisanne Breyer en Jimene Bergeron. Toch nog even terug naar voetbal. Al enige jaren wordt er naar volle tevredenheid samengewerkt tussen de jeugdafdelingen van IVS en Urmondia. En door de krimp is het aantal voetballende jongeren in beide kerkdorpen sterk gedaald en samengestelde teams met jeugdleden uit beide verenigingen hebben het nog mogelijk gemaakt om kinderen uit alle leeftijdscategorieën in competitieverband te laten voetballen. De jeugd van 7 tot en met 19 jaar.
Om deze samenwerking nog verder te optimaliseren hebben de beide besturen van IVS en Eurmondia in nauw samenwerking met het kader van de jeugdafdelingen besloten om komend seizoen over te gaan tot het KNVB SJO3 model. Wat is dat? Nou, hiermee komt er met ingang van het seizoen 17-18 een nieuwe club voor de jeugdteams onder de naam SJO, samenwerkende jeugdorganisatie, UBC. En UBC staat voor Eurmond Bergcombinatie. De teams krijgen eigen tenues, een eigen kleur, waarin het groen en blauw natuurlijk zit. En verder zullen de wedstrijden, net als nu, op beide accommodaties worden gespeeld. Spelers blijven ook lid van IVS of Eurmondia, maar worden ondergebracht in de nieuwe club SJO-UBC. De begroting van de nieuwe vereniging is onder goedkeuring van de hoofdbesturen van IVS en Eurmondia. En het voorlopige bestuur van de SJO zal bestaan uit de heren Dols, Klinkenberg, Van Binsbergen en Govers. Op zeer korte termijn zal er een informatieavond worden georganiseerd voor spelers, ouders en alle kaderleden, waarbij ook verdere details betreffende het nieuwe tenue aan bod zullen komen. Tot zover dan deze aflevering van LOS Sport. Heeft u nog nieuws over uw sport of was uw sport er niet bij of wilt u misschien wel meewerken op welke manier dan ook aan dit programma? Dan geef dat eventjes door aan info@omroepstein.nl. Wat ons betreft, tot de volgende week bij andermaal LOS Sport. Tot dan, hoi.